Nou, is de politie dus een onderzoek begonnen over of dat die Castee of die rechts-extremistische motieven bij zich had. Bij zich had? Ja, dus bedoel, en waarom? Omdat ze een tip hadden gekregen over de auto van die Castee. Dat was een Suzuki Swift. Suzuki Swift. Ja, en dan staat er dus SS en de Duitsers in de oorlog. Ja, die hadden ook SS. Maar wat zijn die agenten godsnaam mee bezig, zeg. Alsjeblieft, zeg SS, Suzuki Swift. Dat is krankzinnig. Dat is paranoïde. Dat is het. Ja? Ik bedoel, alsof er achter elke boom een bos zit. Fred, ja, maar het zou toch kunnen dat er... Ja, kijk, het slaat toch helemaal nergens op. Je zou denken dat die agenten bezig zijn met het onderzoek. Maar nee, die zitten godverdomme lingo te spelen met de automerk op onze kosten. Fred, doe nou rustig. God, jongens. Het zou toch kunnen dat... Ja, als dat zo is, dan kunnen we aan de gang blijven hier, ja? Ja, dan wordt elk automerk een potentiële afkorting. Opel Kadett, OK, operatiekamer. Aha, dus als iemand met een Opel Kadett me aanrijdt, wil hij me doelbewust het ziekenhuis in hebben. Fred. He? Volkswagen Golf. VG, Volkert van de G, hij is wel wat van plan, Ria, pas op. Fred. Mazda 6, MZ, Maxima Sorgheza. Nee, Fred, kijk, je weet natuurlijk niet hoe krankzinnig... Kijk, je gaat toch geen auto kopen omdat de afkorting lekker bekt? Kom op, zeg. Dat is toch, dat is krankjorum. Je gaat je afvragen wie de gekker is. Ja, die politieagenten of die Castee. Ja, en dan wil die minister, die wil dus nu minder blauw op straat. En nou, ik zou ze in ieder geval niet op het kantoor zetten, want daar is blijkbaar te weinig zuurstof. Wat een knakworsten, zeg. Nou. Ja! Doe nou rustig, hè. Ik ga lekker naar Albert Heijn. Ik zie je zo. Doe maar rustig. Aha, Ria. Aha. Wat aha? Albert Heijn, aha. Adolf Hitler. Wat ben jij van plan, Ria? Ja, Fred, tot straks. En houd het in de gaten. Dat is een nieuwe Eva Braun. EB. Wacht eens even. Ria gaat Ed en Benny vermoorden van Sesamstraat. Ria, doe het niet. Ed en Benny van Sesamstraat. Kijk wel.